24 uur per dag recht op een advocaat. Slachtoffers van ernstige misdrijven kunnen daar vanaf nu een beroep op doen. Dat je iemand wel echt ook de morele steun kan bieden. Dat de slachtoffer zich niet hoeft te richten op juridische zaken. En verder in het nieuws vandaag. Zeeland had een toeristische topzomer. En Milan Vader schrijft geschiedenis. Goedenavond. Zeeuwse slachtoffers van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven hebben sinds deze maand 24 uur per dag een advocaat tot hun beschikking. Sinds kort draaien slachtofferadvocaten in Zeeland namelijk piketdiensten. De maatregel is een van de stappen die de positie van slachtoffers in het strafrecht moet versterken. Dat de verdachte centraal staat in de strafzaak. En dat is voor een slachtoffer heel lastig te verkroppen. Zeker bij een ernstig misdrijf, zoals bijvoorbeeld een zere misdrijf. Want dan lijkt het wel alsof alles draait om de verdachte. En oh ja, we hebben een slachtoffer. Maar voor hem, maar meestal haar, maar meestal zijn het vrouwen die slachtoffer zijn, is de impact vaak ja, lang tot soms levenslang afhankelijk van de ernst van het misdrijf. En daarom heeft de overheid de rechten van slachtoffers afgelopen jaren flink uitgebreid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het spreekrecht. Tot 1 januari 2016 had de slachtoffer wel spreekrecht, maar mocht hij eigenlijk alleen maar iets zeggen over de impact van het strafbare feit. En na 1 januari 2016 is dat uitgebreid. Mag het slachtoffer ook iets vertellen over de verdachte, over het bewijs, over de bewezen verklaring. En zo is dat eigenlijk de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. En het ziet ernaar uit dat er ook in deze dagen wordt ingevoerd dat als een slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht, dat de verdachte dan verplicht aanwezig moet zijn. Een voorbeeld van een zaak waarbij een slachtofferverklaring veel indruk maakte is die van de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. Een vrouw uit Terneuzen werkte jarenlang actief mee aan het seksueel misbruik van haar twee dochters door haar partner. Je bent nooit een moeder geweest voor mij en je hebt nooit je eigen kinderen in bescherming genomen, terwijl er genoeg kans was. Je hebt gewoon van mijn 8e tot mijn 14e toe zitten kijken hoe het misbruikt werd, door niet alleen Pascal, maar ook andere mannen. Een ander aspect waaruit blijkt dat er meer aandacht is voor het slachtoffer zijn de toegekende schadevergoedingen die steeds hoger worden. In 2015 bedroeg de hoogste smartengeldvergoeding 150.000 euro. En in 2020 eentje van 350.000 euro. Dus ja, het zijn absoluut hogere bedragen aan de orde. Advocaat Vanessa Pieters hoopt dat slachtoffers steeds meer hun weg naar een advocaat weten te vinden. Dat je iemand wel echt ook de morele steun kan bieden. Dat de slachtoffer zich niet hoeft te richten op juridische zaken. En dan kan de slachtoffer zichzelf richten op het eigen verwerkingsproces. Ik praat erover verder met verslaggever Mercy Kamermans. Ja, Mercy, dit is dus nieuw, terwijl het zo logisch klinkt. Hoe ging dat eigenlijk hiervoor dan? Nou ja, dan moest je als slachtoffer eigenlijk zelf vragen om een advocaat, als je dat wilde. Het was ook wel zo dat het vaak werd aangeboden door de politie of slachtofferhulp, maar het was geen automatisme. En bovendien was er niet altijd 24 uur per dag iemand beschikbaar. Dus als je 's avonds of 's nachts aangifte deed, dan was er misschien niemand. En nu is dat wel zo, dus eigenlijk net zoals het bij verdachten al geregeld was, is het nu ook zo voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Het ging al even ook over die schadevergoeding, hè? En dan werd er gezegd dat die bedragen al flink omhoog zijn gegaan. Ja, dan zou je ook kunnen denken, misschien krijgen we van die Amerikaanse toestanden waar die schadevergoedingen soms echt door het dak gaan. Nou, die kans acht ik niet zo groot. In Nederland zijn we toch echt wel vrij nuchter en spaarzaam. En de rechters die zich met dit soort dingen bezighouden, die waken daar ook wel voor. Daarnaast is het ook zo dat er in Amerika een ander systeem is. Daar werken veel advocaten op basis van no cure, no pay. Dus als een heel hoog schadevergoedingsbedrag beschikbaar krijgen, dan krijgen zij ook meer betaald. En in Nederland is dat niet zo. Je krijgt gewoon een vast bedrag als slachtofferadvocaat van de overheid, ongeacht de hoogte van het smartengeld. Nou, gelukkig maar. Mercy, dankjewel. Ja. Volgens nieuwe berekeningen komt er in de Zeeuwse natuurgebieden meer stikstof neer dan voorheen. Dat betekent dat het in bijna heel Zeeland nog moeilijker wordt om nieuwe vergunningen voor bijvoorbeeld bouwprojecten af te geven. De provincie erkent de uitkomsten van de berekeningen, maar geeft aan dat het slechts om een rekenmodel gaat. Verdere berekeningen moeten meer duidelijkheid geven. Ruim 30 Zeeuwse buschauffeurs hebben een petitie opgesteld tegen het vervoersplan van de provincie. Ze zijn bang dat ze hun baan verliezen als er vanaf 2025 minder bussen rijden.
Ook zien ze niets in de inzet van flextaxis en deelauto's, zoals de provincie dat graag ziet. Morgenavond komen er opnieuw buschauffeurs bij elkaar, dan in Vlissingen. Er was geen grensoverschrijdend gedrag binnen de Vlissingse PvdA-fractie. Klachten zijn ongegrond, zegt een commissie die daar onderzoek naar heeft gedaan. Fractievoorzitter Francis Oreel beschuldigde een partijgenoot onder meer van seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. Ze wil nog niet bij ons reageren over het oordeel van de commissie. Door de klacht was er wel veel onrust ontstaan binnen de Vlissingse Partij van de Arbeid. Toeristisch Zeeland heeft een topzomer beleefd. Nog nooit kwamen er zoveel toeristen naar Zeeland toe. Uit cijfers over juni, juli en augustus blijkt dat we voor het eerst de grens van 6 miljoen overnachtingen hebben overschreden. Camping Duinrand in Oostkapelle. Eigenaren Marty en Jos hebben deze week weer wat plaatsjes vrij. En dat is voor het eerst in hele lange tijd. We hebben een heel goed seizoen gedraaid. Veel aanvragen, veel gasten die hier al jaren terugkomen. En het lijkt of het ieder jaar beter wordt. Niet alleen bleven de Nederlanders en Belgen langer in Zeeland, er kwamen ook nog meer Duitsers. Volgens het kenniscentrum Kusttoerisme komt dat zeker niet alleen door die frisse lucht. Je ziet zeker ook in Duitsland dat het aantal vakanties nog steeds toeneemt. Meer inwoners, maar ook meer vakanties per persoon. Ja, en Zeeland is een geliefde bestemming in Duitsland. Het aantal overnachtingen is vooral op campings toegenomen. Dit komt omdat veel vakantiegangers tijdens corona een caravan of camper hebben gekocht. Het is dus dringen om een plekje te krijgen langs de Zeeuwse kust. Zeker december, januari je aanvraag indienen en dan plannen wij het in. En dan zitten we eigenlijk bijna het hele jaar vol. Het informatiecentrum Grevelingen wordt omgetoverd tot een centrum voor natuurfotografie. Het centrum is verkocht aan Pix Factory, een bedrijf dat fotoboeken uitgeeft en cursussen aanbiedt. Het pand wordt nu verbouwd en moet halverwege volgend jaar weer opengaan. Juichen voor Milan Vader, want de Middelburger heeft als eerste Zeeuw ooit een meerdaagse wielerkoers op het hoogste niveau op zijn naam geschreven. De wielrenner van Jumbo-Visma won in China de ronde van Guangxi. De basis voor die overwinning legde Vader in etappe 4 die hij won. Na een jaar van revalideren is dit de kroon op zijn comeback. In mei had ik al gevraagd van, goh, mag ik naar China? Had ik een cirkeltje gezet rond die etappe. Dat het dan lukt, dat is gewoon geweldig. Voor Vader en zijn teamgenoten zit het seizoen erna deze Chinese wedstrijd op. En ze kunnen dus met een goed gevoel de winterstop ingaan. Poseren voor een foto. Bijna iedereen wordt daar toch een beetje ongemakkelijk van. En dat is natuurlijk jammer. Een groep fotografen vindt dat ook. Juist omdat sommige momenten goed vastgelegd moeten worden op een ongedwongen manier. En daar hebben ze wat op bedacht. Moment design helpt ervoor dat ze een moment met elkaar hebben. Dat ze vooral met elkaar bezig zijn. We geven vragen, opdrachtjes. Ja, en daardoor gebeurt er wat tussen mensen. Wordt er gelachen, gehuild. Er wordt dus niet per se in de camera gekeken. Ze zijn vooral met elkaar bezig. Ze hebben dus gewoon een fijn moment. En tussendoor maak ik de juiste foto's waarop de verbinding tussen hun vastgelegd wordt. Ga gewoon vooral genieten van dit moment samen. Alles mag er zijn. Lachen, huilen, tranen, knuffelen. Ja, dit is wel een onderscheidende manier van fotograferen. Omdat de nadruk meer ligt op het met elkaar bezig zijn, het leuk hebben met elkaar, herinneringen op te halen, te vertellen waarom je zoveel van elkaar houdt, dan dat we heel erg met de camera bezig zijn. Want ja, ik maak zowel die foto's, maar er ligt niet de nadruk op. Jullie geven tegelijkertijd antwoord en het antwoord is altijd jij of ik. Beste autorijden. Ah! Wie is het meest avontuurlijk? Ik denk zeker al 5 jaar dat ik moment design toepas in mijn manier van fotograferen. Iets wat je mooi vindt, fijn vindt, leuk vindt aan je moeder mag je benoemen. Met elke letter. De L van... Nee, maar jij mag geen niet voorzeggen. Je mag luisteren. Je weet wel. Maar vertel maar aan je moeder. In dit geval zijn het mensen die gewoon vaak een hele moeilijke tijd achter de rug hebben of nog middenin zitten. Om zo'n momentje van ontspanning, van verbinding te geven. Gewoon even weg van het ziek zijn, maar echt even met elkaar genieten. Ik zag de Borstkankerstichting op Facebook. En toen vroegen ze of ik iemand wilde verrassen om
om die alle te laten zien wat die voor je betekent. Nou, daar is er maar één in mijn leven. Dat is mijn zoon. En dat is Lars. Ik heb hem nog steeds in mijn tas. Nou, hartstikke goed. Ik hoop heel erg dat mensen gaan ervaren dat het niet vervelend hoeft te zijn om op de foto te gaan. Dat het ook echt op een leuke manier kan ontspannen en in connectie met elkaar. En dat dat eigenlijk de mooiste plaatjes oplevert. Jawel. Wat een schrik. Zag je wit worden. Ik vind het een super initiatief. Ik vind het geweldig. En het is mooi en zo maak je bekend wat belangrijk is in het leven. Want belangrijk is om gezond te zijn. Ik weet dat het is bitter voor je, maar ik voel me erg fijn met jou. Je bent voor mij de topper. I love you to the moon and back. Die spannen. Foto's zijn sowieso heel belangrijk in mijn leven, maar deze is natuurlijk speciaal. Want het is op een speciaal moment. Ook het moment dat mijn eigen haar er straks afgaat. En wij zijn een team. En dat moet vastgelegd worden. En ik wil graag een trotse foto van mijn kind en mij. Het begon nog een beetje bewolkt, maar die wolkenvelden die losten snel op en er kwam een mooie zonnige dag voor terug. Morgen eerst wat zon, later zwaar bewolkt en in de avond kan er dan vanuit het zuiden ook nog wat regen op komen zetten. Online vind je nu een verhaal over een wethouder die geblinddoekt de Goese binnenstad door moest. Het is doodeng op het moment dat je inderdaad zo weinig ziet. En je moet volledig oriënteren op die stok. Dat is echt, het is echt heel lastig. U loopt nu weer vast? Ik loop weer vast, ja. Ja, ik zie dat u nu bij een bloemenperkje staat. Ah, kijk. Ja. Nou, waarom hij dat deed en of hij er zonder kleerscheuren vanaf kwam, dat lees je dus op onze site en in onze app. En dan vind je natuurlijk ook al het andere laatste Zeeuwse nieuws. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond.